Giet Arend, je hebt er maar druk mee, hè? Ja, dat is altijd wel zo met die open dagen, hè. Dan is het even druk, even hard werken, maar het is wel leuk, hoor. Maar blij neem ik aan dat je weer onderdeel uitmaakt van een open dag. Ja, tuurlijk. Blij met het grote geheel gezien natuurlijk. Blij om te voetballen weer. En daar gaat het natuurlijk op. En je weet dat dit erbij hoort. Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor de fans en voor de kinderen. Dus graag om te doen. Graag te doen. Waarom heb jij voor Dordrecht gekozen? Nou, eigenlijk om het verhaal van de staf. Die hebben veel vertrouwen in mij, dat bleek. Maar ik krijg goed gevoel bij. En ja, dat is eigenlijk wel de reden geweest dat ik ben overstag gegaan. Ja. Want zie jij dit als je laatste kans in het betaalde voetbal? Nee, dat niet zozeer. Alleen het is wel iets wat ik nodig heb. Ik heb wel wedstrijden nodig om mezelf te blijven laten zien, zeg maar. En dat is voor dit natuurlijk perfect. Ja. Nu was ik jou een tijdje uit het oog verloren, natuurlijk door die lange blessure met je Achillespees, eigenlijk iedereen. Toen las ik in de VI het verhaal van het VVCS-team, waarin gezegd werd dat jij inderdaad echt bovenuit stak. Vond je dat zelf ook toen zo? Ben je alweer zover? Kijk, weet je, dat soort dingen, dat laat ik liever anderen oordelen. En ik heb wel het gevoel dat ik wel dat ik goed bezig was. En wel een aardig stapje aan het maken was. Richting een niveau wat ik ambieer. En dit moet natuurlijk. Dit is natuurlijk wel weer een niveautje hoger. Dus het wordt wel weer aanpoten. Alleen ik verwacht dat ik binnen de kortste keer topfit ben. Ja. Want dat ben je nog niet en dat kan je alleen maar worden door wedstrijden te spelen. Nou ja, precies. Dat is exact wat ik zoek. En uiteindelijk heb je altijd wedstrijden nodig om topfit te zijn. Kijk, als je ziet wie de fitste spelers zijn in de wereld, zijn die jongens die de meeste wedstrijden spelen. Ja. En dat is gewoon een feit. Dan kan je trainen wat je wil, maar wedstrijdniveau, daar kom je niet aan. Hoe is het met jouw angst voor nieuwe blessures? Ook angst? Heb ik niet. Nee. Echt 0-0. Kijk, ik speel en train als ik me goed voel. En als dat niet zo is, dan doe ik niet mee. Ja. Zo simpel is het. Ja. En ik ken mijn lijf goed genoeg om te weten wat ik kan en wat ik niet kan. En daar ben ik gewoon heel zuinig op. En daar leer je wel naarmate je wat ouder wordt en naarmate je wat meer hebt meegemaakt, dan leer je daar wel wat mee omgaan. En dat heb ik ook goed besproken met de staf. En die zijn hartstikke zuinig op me. Dus ik verwacht geen enkel probleem. Want je hebt ook ruim de tijd genomen om te revalideren, volgens mij, toch? Ja, zeker. Het is een hele pittige blessure en de fout die vaak gemaakt wordt met Achillespeesruptuur is dat je of te snel gaat, dat je te veel lengte krijgt op die Achillespees, dus dan kan je eigenlijk nooit meer goed doorstrekken. Dus op je tenen staan wordt het heel moeilijk en springen, dat is voor ons natuurlijk essentieel. Dus daar kom je niet meer aan, dus daarvoor heb ik inderdaad, ben ik heel zuinig geweest op mezelf en nu is die eigenlijk heel goed hersteld. De derde keer in de regio Rijnmond, bij de derde club. Ja. Je moet er nog één, hè? Dus, dat is een mooi doel. Ja, goed, wie weet. Hè? Ja, laten we hopen op een periode als bij Excelsior, hè? Ja, dat zou voor iedereen mooi zijn, natuurlijk. Hè? En ik probeer het gewoon waar te maken. Voor mezelf, voor iedereen. En ik weet wat ik kan. Weet je, ik weet ook dat heel veel mensen de hoop hebben opgegeven op mij. Ja. Dat is iedereen zijn eigen dingetje. Ik weet zelf wat ik kan en wat ik wil. En daar zal ik alles voor doen om dat te bewerkstelligen, zeg maar. Want die hoop die hadden we bij Sparta ook toen jij binnenkwam, samen met Bukari en een Italiaan waarvan ik de naam even kwijt ben. Daniel Bessa. Ja. Want dat is niet echt eruit gekomen, hè? Nee. Mede door blessures ook weer. Bij Sparta, nee. Ja, dat kwam er gewoon niet uit. Nee. Eigenlijk was ik niet, voor mijn gevoel nog niet fit genoeg om... het seizoen was eigenlijk al begonnen. De tweede seizoenshelft en ik kwam eigenlijk binnen met te weinig wedstrijden. En ik heb eigenlijk de tijd niet gehad om echt te ontwikkelen, zeg maar. En die tijd was er ook niet. En helaas is dat, ben ik daarna een beetje achter de feiten aangelopen en kom je eigenlijk niet tot je niveau. En dit keer is de tijd er wel? Ja, dit keer is de tijd er wel. Kijk, ik begin natuurlijk voor anderhalve week voordat de competitiestart begonnen is. En heb ik in ieder geval de tijd om het tot de winterstop. Wat is de plek waar je voor gaat met FC Dordrecht? Is dat de verdedigende middenveld, de aanvallende middenveld? Jij kan natuurlijk bijna overal spelen volgens mij op het middenveld. Ja, heel de as heb ik gespeeld in mijn carrière. Dus eigenlijk spits zelfs? Zelfs spits, zelfs in het centraal achterin. Alleen kijk, dat is niet aan mij. De trainers die hebben daar een heel goede kijk op en dat laat ik aan hun. Kijk, ik ben inzetbaar, dus overal waar ze willen. Dus, Heel veel succes hier bij Dordrecht en we hopen dat je het waar gaat maken. Ja, dankjewel.